Hé! Hey. Hey. Wat is dat? Quick! Hier! Hier, kom maar. Bibi staan? Mag ik! Wat deed Bibi? Wat deed Bibi? Een bordje voor Bibi. Nee. Zo, een bordje voor Bibi. Oh? Gooit in de mand? Nee, ga het lekker, ga even. Oh, nou, leg het hier dan in. Weet u het nooit? Ja, mag dat? Apart aangeven. Nee? Potje Dikkie. Maar het is van haar en niet van Rijka, dus ja. Nou, zoals jullie zien heb ik mijn eten lekker klaar. Ja. Heerlijk. Met een glaasje wijn en een bak koffie erbij. Maar ook Karin die heeft een zoete aardappel op de bord. Ik zal hem even draaien. Zij heeft zoete aardappel in stukjes met een schnitzel. Ja, lieve vrienden, ik heb gisteren helaas niet eens niet afgesloten. Ik ben thuis gekomen en ik heb er helemaal niet meer aan gedacht. Nee. Het was gisteren berengezellig bij mijn broer Koenige. Tenminste, ik ben helemaal te dwars. Karen en Roderick die waren hier. Ja, het komt toch iets anders hoor. Karen en Roderick die waren een beetje verlaten, die waren in een file terechtgekomen. Ja, dat kan ook gebeuren, hè? Dat je in een file komt, dat je veraf vandaan komt, dan kom jij rekenen als je in een file terechtkomt. En, maar het was berengezellig, dat wou ik nog even zeggen, ja. Maar we zijn bij een nieuwe dag aangekomen en dat is nog wel een zondag, eerste Pinksterdag. En we leven op 31 mei. Maar, er is vannacht hier wat gebeurd. Ja. Helaas, ik heb niks gezien, maar ik heb ook weer wel wat gezien. En gehoord. Het was ten eerste jeugd op straat. Ik dacht al, mogen jullie nog op straat? Want in mijn ogen waren ze te jong om nog zo laat buiten te wezen. Ja, dan moet je naar mijn idee al op je bed te leggen. Maar ja, wie ben ik? Ik ben de ouder niet. Ik weet ook niet exact de leeftijd, maar zoals ik ze zag, ja. Met ballonnen blazen en alles waren ze bezig. Maar, toen kwam oma Rent. En, nou ja, die zagen mij en die zwaaiden altijd naar mij. Hartstikke leuk. Maar op een gegeven moment gingen ze die kant op waar ik met Rijka loop, langs de gracht. Maar ze kwamen ook weer terug met de schijnwerper op. Ai, die zette nog wat op lopen. En die splitste. En toen ging de ene gedeelte ging hier over het parkeerterrein heen. Ja, jullie weten dat ik daar een parkeerterrein heb. Nou, daar ging er een aantal tussendoor. Nou ja, die auto kan er niet tussendoor. Die moet dan echt gaan zoeken met de schijnwerper. Maar als ze gebukken achter die auto's, dan zie je ze alsnog niet. Nee. Maar nou heb ik vanochtend ook nog een brief gekregen in de brievenbus. Dat ze, er is er eentje of meerdere die een auto in de fik hebben gestoken. Hier in de buurt. Hier op het parkeerterrein heb ik niks kunnen zien. Ik heb ook brandweerauto niks gehoord en gezien vannacht. Niks, nopiniendo. Ik moet straks naar Ruud toe. Visite. Log, loop ik hier achterlangs. Kijken of het hier wordt. Ik lag ook om die tijd nog niet op bed. Nee, even zien hoor. De tijd mogen jullie wel weten. Maar de rest gaat jullie niks aan. Tussen 1:30 en 2:30. Nou hallo, toen was ik nog op. Ja. Niks gehoord, niks gezien, niks geroken. Normaal dan is Rijke alert en die blaft of wat dan ook. Maar die was rustig dus. Ja, ik weet het niet, maar het zal. Ja, ik snap er echt twee keer niks van. Maar oké, dat komt allemaal goed en het is sneu voor die mensen waar die auto van is, ja. Ik weet ook niet van wie, nee, ik weet het niet.
Misschien dat ik er straks achter kom, als dat ding er nog staat. Sorry. Maar oké, buiten dat allemaal wens ik jullie een hele mooie, fijne, liefdevolle, zonnige, prachtige zonnige. Winderige, ook winderige is het hier. Ja. Liefdevolle Pinkster zondag. Geniet met elkaar, geniet van elkaar. Doe ik ook, ja. En wat ik heb gezien, en ik denk dat iedereen er steeds meer gaat doen. Men begint elkaar ook al te knuffelen hoor. Ja, gisteren dat ik naar mijn broer toe ging, ik liep dus nog onder de dijk langs. Kwam een vrouwtje met een grote witte hond, ik zeg nog tegen Rijken. Ja, dat is er eentje met een aantal maatjes groter dan jij. Maar ik bleef zo staan om naar die hond te kijken, want dat is wel een mooi beest. Ik denk wat voor soort het was, weet ik ook niet. En, maar van beneden af komt er een man aan, zonder hond, en die liep weer naar boven, die trap op. En toen zei die vrouw tegen die man, hé, je baard is eraf. Nee hoor, zegt hij. Oh, wat dan? Ingekort. Oh ja, maar dat zie ik zo niet. En zei ze, oh kijk, maar ze zag het niet. En, maar die vloog ook elkaar om de nek. Nou ja, dat is in het openbaar. Dan zou je denken van ja, doe het in het openbaar niet. Wat je thuis doet, moet jij weten, maar in het openbaar moet je het niet gaan doen. Ja, oké. Als ze een boete krijgen, dan kan ik er niks aan doen. Maar ja, ik hou mijn mond hoor. Ja. Ik ben geen klikspan wat dit aan gaat. Nee, ik vind het ook zelf een beetje bizar allemaal gaan worden. En het lijkt veel op de normale virussen. En de normale virussen kennen wij ook aan komen te overlijden. En met deze net zo. Ja. Enkeltje, je wordt er zieker van. Waarschijnlijk ook meer pijn in als je het al haalt. Dat je het mag halen van onze lieve Heer. Dat je dan meer problemen ermee hebt om weer aan te sterken. Maar je wordt wel weer beter. Neem die ene jongen nou, die ook in coma, tenminste in slaap werd gehouden. Nou, die is ook weer op de been. Die werkt weer mee en al. Dus ja, dat moet kunnen hoor. Wat gebeurt hier allemaal? Zo. Maar oké, lieve vrienden, geniet gewoon verder van jullie dag. Gisteren kreeg ik ook nog een kaart. Oh ja, dat is ook een van de redenen dat ik het ben vergeten. Ik moet even die kaart pakken. Oh, dat ik thuis kwam, lag er een kaart in de brievenbus. Van Ruud. Maar wie is dat ik er nu hoor. Ja, adres, dat haal ik weg even zo. Geen adres? Nee. Dat is toch zielig. Dat is toch erg. Maar ja, wat doen we eraan? Weet je niet, we moeten verder met ons leven. Niet te lang stil bij blijven staan. Ik heb die jongen, heb ik... Ik geloof 2 keer gezien via Facebook met dat face gebeuren. Dat je elkaar belt maar via de camera. Dus dan zie je hem wel live. Maar echt kennen deed ik hem niet. Ja, dat was mijn maatje ook op Facebook. Nou ja, oké. Het is niet anders. Ik kan er niks aan doen. Nee, maar oké. Jullie neem ik mee als ik zo meteen naar Ruud ga. Jullie zaten nu ook nog in de tas. Kun je nagaan? Helemaal vergeten. Helemaal, ja. Ik kwam ook veel te laat thuis naar mijn ideeën, naar mijn gevoel. Ik ben niet gewend om 's avonds weg te zijn. En dan kom je toch in de avonduurtjes weer thuis. En ja, en dan ben je de klus een beetje kwijt. Ik ben dat niet gewend. Ik ga overdag, weet je. Maar oké, we hebben daar lekker ook gegeten. Ja, mijn schoonzus Gerry had lekker eten gehaald. Dus het was berengezellig. Ja, helemaal toppie. Maar in ieder geval, misschien dat ik het gisteren ook wel verteld heb. Ja, dat ik jullie mee heb genomen weer met Rijka uitlaten. Dat kan ook nog, maar ik denk het niet.
Ik weet het allemaal niet meer. Maar in ieder geval, nee, ik ben een beetje de kluts kwijt door dit. Door dat gebeuren. Ik vind dat vreselijk. Blijf met je handen van andermans spullen. Ja, echt. Daar kan ik zo kwaad om worden. Blijf daarvan af en toe zien van jou. Maar ja, ik kan er niks aan doen. Ik was op dat moment niet buiten. Als ik het had geweten, dan hadden ze met mijn stok in hun nek gehad. Ja, en ik had gelijk de politie gebeld. Ja, en dan 112.nl. Ja. Maar oké, ik ga... laat leven. Ja, ik ga zo meteen lopen. Ja, dus... komt allemaal goed. Ik zou zeggen, graag tot straks. Doei! Hey Ruud! Hallo! Hoe gaat-ie? Goed. Nou, niet waar. Niet zeggen goed. Ja, goed hoor. Ja, ja. Ja, met jezelf gaat het goed, maar je inwendige goed gaat niet goed. Nee. Nee, dat heb je wanneer juist een man er niet meer is, hè? Ja. Had je zo mooi kunnen trouwen en dan in ene weg. Ja. En er zit er eentje bij mij te harnessen, hè Reka? Ja, ook goed. Ja. En denk je om het kleed, dat moet nog langer mee met je pootjes. Ja, ja. Zo. Maar we hebben hier een lekker bakje koffie en een koekje. Ja. Ziet er lekker uit, hè? Ja, het ziet er allemaal lekker uit. Koekjes, daar houdt Roy van. Oh, van deze koekjes houdt Roy van. Ja. Nou, ik heb trouwens een heel mooi plaatje voor Roy gemaakt. En dat heb ik ook rondgedeeld op Facebook in mijn groep. Oké. En ook op Kandeliansregister staat het. Ja. En wanneer jij weer bij me komt, dan zal ik hem je laten zien. Dinsdag. Ja. Ja, en dan moet mijn tuin ook eens een keer zo netjes worden dan die van jou. Ja, ik hoef geen planten en geen bloemen er verder in, want dat wil ik niet verrijken. Ja, die zit daar. Kunstbloemen. Ik heb bloemen en planten boven op het zolder ook en op mijn slaapkamer. Ik weet niet wat ik ermee moet. Hier thuis zitten. Ach, dat werkt toch niet. Hier thuis zitten. In die keulse pot die in dat hoekje staat, daar moet nieuwe in. Waar? Als je naar de schutting, naar de poort toe loopt, heb ik daar een pot staan. Dus, nou, dat heeft Jack ooit voor mij gedaan, met aarde gevuld, die is zwaar. Ja. En daar een kunstplant in gezet. Ja. Maar die begint ook de bladeren los te laten. Maar oké, ja, dat is onze Ruud, die heeft wat verdriet, maar dat verdriet dat komt ook wel weer goed. Ja. Hij krijgt een andere eettafel, deze is nog heel groot. Ja. En je kan rampen daartussen doorlopen. Ja, hij krijgt nou de helft kleiner die je uit kunt schuiven. Ja. En dan krijgt hij een ander bankstel. Een hoekbankstel krijgt hij. Moet dingen halen, lieve schat. Wat? Groene zeep. Groene zeep? Wat moet je met groene zeep? Even die bank andere bank kon schoonmaken. Ga je niet met groene zeep doen? Wat dan? Dan moeten we graag. Dan is drijfnat, dan kan je er niet gelijk op zitten. Doe normaal. Er is anders spul voor hoor. Alleen, ja, die moet u in de trekken. Komt allemaal wel goed. Ja. Je moet er toch weer op kunnen zitten. Zo gaat het helemaal rond. Ja, nou, dat komt toch goed. Ja. Maar oké, wij zitten... Hé! Hey. Wat is dat? Quick, hier, kom maar. Bibi staan? Mag ik! Wat deed Bibi? Een bordje voor Bibi. Nee. Een bordje voor Bibi. Oh? Gooit in de mand? Nee, ga lekker maar, ga even. Oh, nou, leg het hier dan in. Weet je het nooit? Ja. Mag dat? Apart aangeven. Nee? Posse Dikkie. Maar het is van haar en niet van Reika, dus ja. Vandaag is ze al verveeld. Ik heb al wat lekkers. Wacht maar eens even. Moet ik even naar mijn andere jas? Nee, ik heb in de kast nog iets. Ik moet even naar mijn andere jas. Ja, en ik neem jullie mee. Ja, ik moet. Oh, er staat een ding voor. Ik moet even zo doen. Ja, het is niet bepaald echt warm. Ik moet even zoeken welke kant het is. Nee. Moet ik aan die kant wezen? Nee, ook niet waar. Heb ik het dan toch thuis gelaten? Ben ik nou zo achterlijk?
Nou ja, zeg. Hier begrijp ik echt niks van. Ik dacht dat ik het mee had genomen. Nee, ik heb het niet bij me. Nou, ik heb het toch vergeten. Ik had het klaargezet. Ja. Nee, niks aan te doen. Ik had valkbrokjes neergelegen. Ja, in een zakje. Potverdekie. Nou, en dan krijgt Ruud ook nog een andere vissenkom. Visie, visie, visie. Leuk, hè? En leuke schildpadjes ervoor. Oh, ik moet al dat spul niet hebben. Ik zou er zelf al gek van worden. Ik heb wel zo'n zeeman, maar die staat in mijn wc. Zoiets. Hé, Bibi? Jo, wat voor dikkie? Wat voor dikkie? Jo. Nou. Oh, mijn stok die valt. Ja, lieve vrienden, dan zeg ik gewoon, we zien elkaar straks nog wel weer even een keer. Ja hoor, ik breng ook Ruud even lekker naar het station. Ja, ja. Hoe niet? Wat dan? Ik moet naar Zuid. Moet je naar Zuid helemaal? Ja, er gaat nog iemand mee. Ja, maar dan kan jij toch nee, hier ook op staan. Ik ga met de fiets naar Zuid fietsen. En dan je fiets worden gestolen? Nee, die gaat in de schuur en die persoon gaat met de auto. Oh, op die manier. Oké, nou ja, ik ga die niet met de trein. Nee. Hij blij. Ja, ik kom nu weer. Gaat dat niet gratis? Met de auto? Ja, met de auto. Ook wel net zeggen. Is er ook een kennis van mij? Maar oké, en Rudy hoeft geen pak aan, want die krijgt een witte jurk aan. Ook mooi. Ja. Ja, foto's maken. Zou ik zo zeggen. Ja, zou ik ze vragen. Ja. Ja, ter ere voor Roy. Ja. 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 Zo simpel. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, condoleer Ruud hier onder deze vlog. Ja. En dan komt alles wel weer goed. Ja. Ik zou zeggen, voor nu een hele fijne, liefdevolle, zonnige, winderige dag. Want het waait hier als een raket in Den Helder. Ja, ja. Nee hoor, want jij hebt er van alles en nog wat erin en jij moet roeren en ik er niet. Oké. Dus, ik zou zeggen, we spreken elkaar later. Nou, lieve vrienden, ik heb weer een bakje koffie voor mijn neus staan. En we zijn er heel erg druk bezig geweest. Een hele kast vol met kleding, wat allemaal van Roy was. Uitgezocht en opgevouwen en gedaan en een heleboel zit er in een hele grote weekendtas. Schoenen in een vuilniszak en dat gaat allemaal naar Karen en Roderick toe, want die weten daar mensen die het hard nodig hebben. Dus ja, dat komt dan wel goed. En dan kunnen die daarop mensen blij maken. En dan komt dat helemaal weer goed op zijn pootjes terecht. Simpel zat. Maar wij zijn nu moe, maar ja, hij gaat nou nog even zijn vuilnisbak even verschonen, want die is smerig. Die is vol. Zijn voornier terug in de vlucht. En dat moet ook even gedaan worden, vuilnisbak, eventjes een nieuwe zak erin en dan... Bibi! Ach, god, hou op joh! Wat doet Bibi? Vervelend, maar de hele dag vervelend. Ach, wel nee. Je kan het niet handelen. Als je tuin bezig, ja, vervelend. Ik ben zelf in de tuin. Ja, tuurlijk. Kijk wat baasje doet. Dat is toch logisch? Ja. Ze is gewoon nieuwsgierig. Meer niet. Ze mist die andere baasje. Nou ja, ja. Nou nee, die mist ze niet, want die zat in Suriname. Daar heeft ze geen weet van. Maar wat nee, ze wel weet van heeft... Ze door het gevoel rust, van jou, ze voelt steeds, dat er wat aan de hand is. Ja, maar ze ging er steeds meer mooi uit. Ja, maar dat... Spelen we dat die, hoe lang is dat geleden?
Hoe lang is dat ongeveer plus minus geleden dat de rode haar uit? Kerstavond. Ja, met de kerst. Nou, dat is voor dat beestje alweer lang geleden. Ja. En dat onthoudt ze wel. Ja. Maar ze voelt jouw gedrag, ja, hoe jij bent. Ja. En daar reageert zij op. Ja. Nou, dat is normaal. Oeh. Dat doet ook Rijka bij mij. Ja. Ja, dat hou je. Ja, ik ben een vrouw hoor. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet weer verder van jullie dag. Ik ga van mijn koffie zo meteen genieten. Ja, ja. En het zonnetje. Het zonnetje, nou ja, oké. Je hebt hier geen zon in huis, ik wel. Lekker pa. Ja, ik heb de warmte van de zon. Ik bedoel, als de zon hieronder zou gaan, boven de mensen wonen en die stoken dan wel weer. Maar ik heb geen mensen. Ja, ik heb aan één kant buren, maar ik heb niet bovenburen of wat dan ook. Dus ja, als het al even weer koud zou worden, dan moet ik stoken. Maar dit is nou echt niet nodig. Ik hoef niet te stoken. Maar ja, komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Doei, doei. Ja, hallo lieve vrienden. We zijn weer gelukkig thuis. Ja, want ik ben back af. Ik ben ook nog door mijn rug heen gegaan. Met al dat vouwen van die kleding op dat lage bed. Ja, en ik voelde ineens een knak. Ik dacht, oh nee ja. Nou ja dus. Maar oké, ik blijf in beweging. Ik heb ook weer natuurlijk teruggelopen. Oké, Rudy liep mee met de fiets aan de hand. Om die hele grote zware tas hier te brengen. Heb het ook gelijk allemaal voor mij naar boven gebracht. Maar ja, het is hier en als Karen en Roderick weer een keer in hun handen komen, kunnen ze het allemaal meekrijgen. Ja, dan kunnen die weer mensen blij maken. Ja, je kunt beter mensen blij maken dan dat je het weggooit. Ja, echt waar. Ja, zo zijn wij. Nou, kom jij maar eens even bij vrouwtje dan. Kom dan. 1, 2. Heel onze eeuwen, oh, onze dikke eeuwenetje. He? Nou, en Rijka die is heel erg moe, die legt in de mandje. Ja, die is gelijk bij binnenkomst, heeft ze wel nog wat lekkers van me gehad. En ze legt lekker in de mand, maar laat me lekker leggen. En ik kreeg van Ruud nog een blikje witte bonen tomatensaus mee en nog een kant een kleedje. Alsof ik niet genoeg heb, maar ja, oké. Ik kreeg een paar minuten in de mond kijken, nee. Ja, je bakje staat in de week. Die moet schoongemaakt worden. En ook de waterbak moet schoongemaakt worden. Ja. Ik heb haartjes van jou in mijn mond. Bah. Maar ja, oké, maakt ook niet uit. De buren zitten te barbecuen. Oftewel wat we vroeger altijd zeiden, barbieknoeien. Maar ik heb mijn deur dus dicht moeten doen. Maar het maakt ook niet uit. Het waait. Nou, je wilt niet weten. Je waait zo hard uit je kleding vandaan, maar koud is het niet. Nee, het is niet koud, maar je waait wel zo, ja. En dat hoeft voor mij niet. Hé? Nee. Ja, je krijgt zo wat lekkers. Ja, ze wil wat lekkers. Ze heeft wel al eten gehad vanochtend, tenminste voordat ik wegging. Maar ze wil dan gewoon wat lekkers. Nou, dat moet kunnen. Dus dat gaan we zo geven, zo langwerpig dingetje, ja. Hé? Ja. Komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Doe het met een lach. Doe ik ook. Ik heb de computer al aangedaan. En ik ga zo meteen renderen. Ja. Dus in elkaar zetten vlogs. En, nou, het is 16.57 uur. Dus het is bijna 5 uur. Dus ja. De tijd rolt geen schot als je stil zit. Maar ja, morgen weer een dag. Dus we merken het wel hoe en wat. En morgen, ik moet de kamer ook nog weer leeghalen. Want morgen begint voor mij weer de nieuwe week. Ja, dus het komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet ze. En heb elkaar lief. En voor straks smakelijk eten. Ik zou zeggen, tot later. Doei! Nou, hoe lief zijn ze daar. Zo heerlijk bij elkaar. En dan springt er eentje net weer weg. Waarom spring je nou weg? Je lacht daar zo lief. Potverdikkie doosie. Hé? Slag ze lekker bij je. Ja.
Nou, en ik ben aan het eten kokarella. Ik had gisteren van Karin een zoete aardappel gekregen. Die is daar ook in. Een zoete aardappel. Daar heb ik doppertjes in. En daar heb ik nog een half speklapje in. Daar moet nog wat in. En dat is dat. Ui, siepeltjes. Ja, lekker siepeltjes. En, ja. Karen aan de telefoon. Ook dat nog eens een keer. Ja. Dus we gaan lekker prins heerlijk hier verder met kokarella. Dat moet zometeen ook nog gekruid worden. Dus daar ga ik straks mee aan de gang. Want dat moet bij mij lekker wezen. Ja. Ik zou zeggen, tot later. Nou, zoals jullie zien heb ik mijn eten lekker klaar. Ja. Heerlijk. Met een glaasje wijn en een bak koffie erbij. Maar ook Karin die heeft een zoete aardappel op de bord. Ik zal hem even draaien. Zij heeft zoete aardappel in stukjes. Met een schnitzel en een soepkom. Daar zit spinazie in en ei. Nou ja, ik heb het dan altijd geprakt. Ik prak mijn aardappels het liefst. Ja, helemaal lekker. Zuur eroverheen. Nou, en ik heb een siepeltje gebakken, zoals jullie dat al weten. En ik ga lekker smullen. Ja. Ik zou zeggen, tot later, lieve vrienden.